6 en 8 jaar waren ze pas toen er medische experimenten werden uitgevoerd op de Eindhovense Lex en Edo Horneman. Jaren later, vlak voor het einde van de oorlog, werden de Joodse broertjes vermoord door de nazi's. In Eindhoven zijn er nog steeds plekken die verwijzen naar die gruwelijke misdaden. Gedenkstenen, een plantsoen en het huis waar de jongens woonden. Leerlingen van het Van Maarland Lyceum herdenken de moordpartij al jaren met reizen naar Duitsland. En nu is er ook een expositie op de Eindhovense middelbare school. De tante van de twee kinderen die hier zijn omgekomen, die heb ik gekend. En daarom grijpt het me ook heel erg persoonlijk aan, omdat ik het zeg maar van een nabestaande zelf heb gehoord hoe het verhaal was. Dat het veel heftiger binnenkomt en dat ik veel meer besef van... Dat dit iedereen had kunnen zijn toen. Dat er zo twee super blije kleine jongetjes waren die toen helemaal onwetend daar naar een kamp werden gebracht. Die blij waren dat ze naar hun vader toe mochten. Die toen, nadat hun moeder was overleden, hebben ze zich aangemeld voor experimenten. Niet wetend wat hen precies te wachten komt. En die zijn toen in zulke nare situaties terechtgekomen waarvan je denkt, hey, dat hoort helemaal niet voor een kind. Het is ook een verhaal wat ik echt nooit meer zal vergeten. En ook als ik hier samen met andere mensen loop die het verhaal niet kennen, dan moet ik het per se vertellen. Dan ga ik hier op een bankje zitten en dan ga ik vertellen van dit is er gebeurd in de oorlog. En dit is wat voor dingen er gebeurden en hoe heftig het is. En hoe elk verhaal, wat er in de oorlog gebeurde, niet zomaar een oorlogsverhaal is. Maar elk verhaal zijn eigen persoonlijke kant heeft. De moeder van de broertjes overleed vrij snel toen ze werden gedeporteerd uit Eindhoven. Hun vader vroor dood tijdens een transport. En Lex en Edo, die vielen ten prooi aan een SS-arts. Als proefdieren werden ze misbruikt bij een zoektocht naar een medicijn tegen TBC. Net als 18 andere kinderen. Ik heb verhalen gelezen over deze straat dat ze hier rondspeelden en over de buren. Dat ze dan altijd bloemetjes gingen plukken en dat soort dingen. En ik had ook een inboedellijst van hun huis gevonden op het moment dat ze weggingen. En dan, dat is dat toch allemaal. Dan zie je daar het plaatje bij wat er allemaal bij hoorde. Dat is wel... gek. En als je zeg maar zo ziet wie er in deze huizen wonen nu, in deze wijken, het zijn allemaal ook wel kinderen en zo. En dat ze dan zeg maar in oorlogstijd inderdaad zulke jonge, onschuldige kinderen zeg maar zomaar zijn geweest die mee zijn genomen. Het is zo dat Joodse mensen en ook deze Joodse jongetjes gewoon misbruikt zijn voor experimenten en vermoord zijn alleen omdat zij Joods zijn. En omdat wij kijken, of toen is er gekeken naar Joodse mensen als abschaum, als minderwaardig. En dit vind ik de tolerantie leren en doorgeven aan leerlingen is eigenlijk de kern van het verhaal van mij. Zieker en zieker werden de broertjes. En toen het einde van de oorlog in zicht was, kwam er geen verlossing. Om de sporen van de medische experimenten uit te wissen, werden de jongens opgehangen. Ik denk dat als we het verhaal niet meer blijven herinneren, dat we het niet alleen vergeten wat er gebeurd is, maar dat het ook gewoon inderdaad dat het weer kan gebeuren.